En super leuk dat jullie kijken naar weer een Let's Play. En er is weer een update vandaag. Namelijk een of andere wedstrijd met, nou ja, bepaalde paarden, weet je wel. Guillermo of zoiets. Gadea of zo, weet ik veel. Ik kan het ook niet uitspreken. Ik pak even mijn Arabier natuurlijk. En dan gaan we wel mijn Arabier pakken die nog niet uitgetraind is. Want ja, we krijgen natuurlijk XP. Maar ik moet even het nieuws erbij pakken, want ik weet niet of die al online staat. Oh, Arabieren ze allemaal in elkaar. Oh ja. Een nieuwe PvJ-wedstrijd. Paardenliefhebber Calamero Gadea is terug met een PvJ-wedstrijd. Hou je Mawari Aquateken en Arabier van stal. Calimero, ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek, maar het boeit me ook eigenlijk niet. Is weer terug op Jorvik. Hij organiseert namens paarden van Jorvik leuke wedstrijden voor allerlei rassen. Ja, nu heb je dus een van die drie rassen nodig om dat te kunnen doen. Wat voor wedstrijd is het? Een springwedstrijd. Waar vind ik de wedstrijd? In de paddock van Silverkleed, Vooruitcentrum Silverkleed. Hoe kan ik meedoen? Nou, gewoon aanmelden. Wat kan ik verdienen? 150 paard XP. Hoe lang blijft de wedstrijd? 2 weken lang. Zijn er nog bepaalde eisen? Je moet starrijder zijn, dat is vanzelfsprekend. En een Aquateken, maar waar je op Arabier hebben. De generatie maakt niet uit, alleen pinte Arabieren zijn uitgezonderd. Nou, dat vind ik wel een beetje dom eigenlijk. Maar oké. Okay. Dus we kunnen niet met onze oude pinto Arabier om überhaupt een highscore te halen daar. Maar goed, video van de week, bla bla. Volgende week komen de... de 500ste update van Star Sales volgende week. Maar ja, en dan komen Ayla en Umbra terug. Dat zijn die twee magische paarden. Ja, ik weet niet of ik die ga kopen. Anders had ik die misschien al wel eerder gekocht. Maar oké. Okay. Zo. Nou, dan gaan we even kijken bij Sifkleed. Verder is het niet echt denderend veel aan de hand op Source Table eigenlijk. Ik speel nu ook Red Dead Redemption online. Daar zit ik eigenlijk nu meer op dan op Source Table. Maar ja, het is een geheel andere game. Het is ook geen paardenspel eigenlijk, dus ja. Dus ik zit niet heel veel op Source Table eigenlijk. Ik heb dus daarom Away ook bijna niet getraind, zoals je ziet. But that's okay, ho. De focus race van paarden van Jorvik. Dan gaan wij daarheen. Zo. Ze is blij met het paard. Het paard is heel leuk. Kijk hoe mooi die is. Ik moet daar nog even een... Ja, ik heb wel een Instagram post gedaan met dit paard. Maar ik moet nog even kijken of ik een Instagram post doe alleen met dit paard. Zeg maar. If you get what I mean. Ik weet het nog niet. Oeps. Oh ja, er reageerde laatst dus iemand onder mijn video dat ik veel kritiek gaf en zo. En ik vind het ergens van, grap, 1, als je het niet leuk vindt, dan ga je gewoon niet kijken. Weet je. En 2, mij bedoelt het niks. Alleen, ik wou gewoon even kwijt, zo van, bro, ik geef letterlijk mijn mening. Wat moet ik anders doen in deze video's? Als je er niet van gediend bent, dan mag je weggaan. Ik bedoel, wat moet ik anders geven in deze video? Mijn niet oprechte mening. Dat is ook wel een beetje krang, of niet? Oeps. Eventjes mijn beeld veranderen. Zo. Vind ik fijner. Oh, hij is dat. Oh ja, ik weet het nog. Hallo, ik ben Guillermo, denk ik. Gadea. En ik ben van de bedenkers van de PvJ Focus Race. PvJ staat voor paarden voor Jorvik, maar dat wist je al. Blablabla, kleine organisatie. Zo ontmoet je anderen. Oeh, ik ben moe. En parcours. Ja, geef me dat parcours maar. Wauw, oké, dit ziet er best wel heel erg mooi uit. Zo. Wel jammer dan dat we niet met Pinto Arabieren mogen. Maar oké, het is starten. Oh, ik moet linksom. Jezus. Het ziet er erg leuk uit. Joehoe. Het is wel leuk. Ja, ik wou alleen dat het gewoon voor altijd hier blijft. Maar ja, dat is niet zo. Gaan we links of gaan we rechtsom? Oeps. Op zich is 150 XP nog best wel veel. Oeps. Oh, chips. Oh. Oh, wat een scherpe bochten. Vooral met een paard dat een laag level is, zoals deze. Oh. Oeps. Nou.
Wat geweldig een paard in actie te zien. Nou, we gaan hem gewoon nog een keer doen natuurlijk. Want ja, we zijn hier toch. Allemaal Arabieren zie ik nu. Wauw. Ja, ik weet niet. Ik heb er niet heel veel over te vertellen. Het is gewoon een leuke race, ja. Weet je, het is een korte update, maar we all know. Ik kijk volgende week ook kort update, want er zijn alleen die paarden er. Maar ja, er komen wel leuke dingen. Oh, er komen wel leuke dingen aan. Ik ben benieuwd hoe het gaat als je door een hindernis heen gaat. Wacht even, ik geef het er doorheen. Oh, oké, je stopt wel, dat scheelt. Anders kun je gewoon door alles heen rennen, namelijk. Oh, ik hou van de watersprongen. Erg nice. Nee, nice. Oh. Oh. Oeps. Het doet alleen alsof ik elke keer het water wel aanraak. That's weird. Hoppa. Ja. Oh ja, wacht even. Ik zal even de Instagram van Star Zullen erbij pakken. Helaas zijn alle codes nu, die nu geweest zijn, alle vier volgens mij, niet meer geldig. Want die waren geldig tot deze update. Dus dat is wel een beetje jammer. Ik heb ze wel allemaal. Hier, next step in Jorvik. Dit is wat er dus nog komen gaat binnenkort. Nu Horses van Jorvik. Daarna Isla en Umbra. Daarna het Regenboogfestival. Dat is dat ene, die wereld in de regenboog. En daarna Silverglade Village Revamp. Silverglade is currently under construction. Soon the grand reveal will be there. We can't wait to show you the new improved look. Silverglade wordt dus geüpdate. Dat is echt heel exciting. En dit is dus wat eigenlijk deze maand juni, denk ik, ons te wachten staat. En Silverglade, oh mijn god. Ik weet niet of ik dat zo leuk vind. Want Silverglade echt zo'n, heeft nog lekker zo'n oud lookie, weet je wel. Als het dan weggaat, dan is er geen oud lookie meer. En logisch. Oké, okay, ik vind het eigenlijk ook wel weer leuk. Maar ik hoop niet dat ze het echt extreem gaan veranderen qua inrichting en zo. Dat denk ik eigenlijk niet. Eventjes mijn postje, want ik heb nog twee gifts. Namelijk een bril en een petje. Ik zou ze even opdoen. En even in fotomodus laten zien. Kijk nou, oh amazing. Ik hou van de bril. Dit is dus van de ene set die we allemaal gratis kregen. Oh, trouwens, deze broek hoort er ook bij. Ik heb de rest niet in mijn inventaris volgens mij. Nee, dus dat kan ik niet laten zien, jammer genoeg. Het is wel een lijpe bril, man. Heel lijp. Zo. Oh, ik kan echt niet meer. Ik ben zo moe. En weet je hoe dat komt? Omdat ik op TikTok zat tot 12:30 s'nachts. En ik kan echt niks meer hebben. Dus als ik na 12 uur slaap, dan ik moet elke ochtend om voor 8 uur eigenlijk uit. Omdat ik een pony heb. En die pony moet ik buiten zetten. En die staat gewoon in huis. Dus ja, dus ik ga er elke. Ik ben er sinds oktober niet later dan 8 uur uit mijn bed gegaan. Maar goed, dus daarom ben ik een beetje moe. Misschien ga ik lekker vanmiddag nog even slapen. Als ik school af heb. Lekker een presentatie doen vandaag. Zo leuk. Gotta love it. Sorry, ik ben even away aan het trainen. Ik weet niet zo goed wat ik nog meer moet doen in deze video. Ik wil het natuurlijk leuk houden voor jullie. Maar ja, als Star Zullen niet met die met wat langere update komt, dan gaat het voor mij ook een beetje lastig. Oh, oh no. Ja. Ik weet niet zo goed wat ik nu moet doen straks. Want ja, trainen is wel een beetje saai om te zien. Ik ga natuurlijk niet nog een paard kopen, wat ik de vorige keer wel heb gedaan. Want ja, die moet ik eerst nog trainen en alles. Dus ja. En ik heb niet echt een paard dat ik nu graag wil. Ik zat te denken. Het is echt net 10 uur geweest, dus er is ook geen champ of zo wat ik nog even zo gauw kan doen. Plus ik heb wel 11 uur les, dus dat wordt hem sowieso niet. Klik, klik, klik. Ik heb ook geen reputatie shit of zo. Is ook niet andere kleine dingen die ik nog kan laten zien van deze update. Want dit was het letterlijk. Ja. 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 Volgende maand komt wel een leuke video online. Want ik ben bijna jarig. Ergens in juni. Eind juni ben ik jarig. En
Ja, daar ga ik wel een leuke video doen. Ik denk dat ik shopping spree of iets dergelijks. Ik weet het nog niet helemaal. Maar goed, we gaan het zien. Maar besef dat zilverkleed. Moet je kijken hoe leuk met die gele huisjes. Ik hoop wel dat ze het geel houden. En niet heel modern maken. Want dit past dus in. Met dat groen en zo. Ik vind het echt. Dat is echt zilverkleed. En ja, dat zijn echt de enige oldschools dingen die er nog zijn, weet je wel. Oh ja, ik heb nog niet eens alles van dit. Want ik heb er gewoon geen zin in. Ik weet ook niet welke ik al heb. Die heb ik volgens mij al. Zo heb ik het zadel nog niet, maar ik weet het niet. En weet je wat? Het boeit me ook niet, want ik ga het niet dragen. Omdat het slechte reputatiepunten zijn. Even reputatiepunten voor mij nou. Snelheidspunten en alles. Reputatiepunten voor zadel. You're right, Riley. Yeah, fucking right. Klik, 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 klik. What do we do? I don't know. Wel een beetje boring zo eigenlijk. Ik bedoel, ik probeer het leuk te houden, maar social werkt niet echt mee. Kom op, knol. Oh, nou, daar gaan we alweer hoor. Oh. Nou, we kunnen het ook om. Ja, weet je. Niet te lang door gaan zeuren. Als het er niet in zit vandaag, dan zit het er niet in om iets leuks te doen. Dus ja, ik moet ook nog wat verzinnen wat ik aanstaande zaterdag online ga zetten. Ik doe altijd last moment, gewoon. Ik ben een improvisator. denk ik waarschijnlijk weer een challenge of iets dergelijks. Ja, dat ga ik doen. Kijk, ik weet niet, mijn let's plays worden wel vaker bekeken als met let's jams. Of in ieder geval datgene wat zaterdag online komt. Maar ja, logisch, want updates zijn natuurlijk uiteindelijk het leukste, vind ik zelf ook hoor. Maar als je nieuw bent op dit kanaal, kijk dan zeker op zaterdag de video. Want dat zijn ook best wel leuke video's. Dus. En zoals vandaag is dit wel een beetje boring. Om te kijken, snap ik. Dus ja, zaterdag, kijk als je alle video's nog niet hebt gezien die zaterdags online zijn gekomen. Ga die terugkijken, want het zijn best leuke video's. Let's Champs doe ik en... Let's Champs, dat is zeg maar als ik een paard uitgetraind heb. Of nee, dan heb ik hem zeg maar zover uitgetraind dat ik waarschijnlijk nog één race moet. Dus dan doe ik in de Let's Champ de laatste race met het paard en de eerste champ samen met het paard. En dan gaan we zien of dat een beetje goed verloopt. Het is heel variërend. De ene keer gaat het echt heel goed en de andere keer gewoon niet. Dus dat is wel grappig. Dus ga zeker dat kijken als je daar zin in hebt. En ik ga even mijn... Even daar is leeg, want hij is een beetje vol. Dus dat ga ik nog even met jullie doen. Yes, hallo knollies. Mensen die kwamen laatst, er waren een paar vrienden laatst in mijn homestable. En ze zeiden dat ik heel weinig stallen had. Maar ik zat er van, waarom zou je, nou zo denk ik dan hè. Waarom zou je geld gaan uitgeven om meer stallen te krijgen in je stal, terwijl je alles... Maar je kan binnen één fucking seconde je paarden wisselen. En dan heb je ze ook staan in je stal, snap je? Kijk, aan de ene kant denk ik van, oh ja, het is best wel leuk. Om al die paarden dan allemaal tegelijk in je stal te hebben. Maar aan de andere kant denk ik van, nee, fuck dat. Dus ja, een beetje dubbel. De zadel hou ik erin voor de zekerheid. Because als ik een oud model rijd, kan dit zadel niet op. Dit zijn nog twee lintjes. De pony. En de gouden duvel. Oh, en die brillen en zo moeten nog terug. En capje. Even een hoedje. Een cap. Ja, het is een cap. Het is een pet. Ik kwam niet op het Nederlandse woord. En het leuk. Oh, ik hou wel een beetje heel erg van deze bril eigenlijk. Erg leuk. En deze clownsneus is echt hilarisch. Deze fucking ook. What the fuck. En ik hou van die maskers vroeger, echt waar. Ik had deze altijd op. Maar kijk, deze is ook zo. Als mensen dit dragen, of weet niet. Dan vind ik ze een beetje eng of zo. I don't know if it makes sense at all. Is there anyone online? Yes, it is. Ik weet niet wat ik ga doen. Eigenlijk. Waarschijnlijk, ja. Nee, ik ga de video afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Sorry dat het een beetje saai was. Maar goed, we moeten het er maar weer doen. Het is niet anders. Ik zie jullie hopelijk aanstaande zaterdag weer.
komt dan mijn praatje gelukt. En je denkt van, ja, ik ga zaterdag ook de video kijken voor Harley. Dus neem zeker een kijkje op zaterdag, is leuk. En dan zie ik jullie dus hopelijk zaterdag weer. En anders volgende week bij een nieuwe update video. Doei!